En dan gaan we nu hebben over een heel gevoelig onderwerp. Er is bijna geen thema dat zo gepolariseerd is. Met twee kampen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Havermelk. Want deze week hoorde ik dit. De belasting op frisdrank die komend jaar omhoog gaat met 17 cent per liter... geldt ook voor melkvervangers zoals havermelk. Ja, havermelk wordt vanaf volgend jaar duurder door een frisdrankbelasting. En daar is nu een petitie tegen. Havermelkdrinkers in opstand vanwege limonadetax. Dat is de minst intimiderende zin sinds vlinders woedend om prijsverhoging nectar. Maar naast de havermelkdrinkers heb je ook de havermelkhaters... zoals Jan Slachter en Wolter Kroes. En die zijn juist blij dat havermelk duurder gaat worden. Het kabinet wil de belasting op frisdranken met 196% verhogen. En dat betekent dat de havermelk ook duurder gaat worden. Kan niet duur genoeg zijn. Nee, ik vind havermelk... Vreselijk. Dat is geen melk. Weet dat je is verschrikkelijk. Ja, deze mensen heb je dus ook. Mensen die havermelk echt vreselijk en verschrikkelijk vinden. Er zijn dus weinig onderwerpen die de samenleving zo verdelen als dit drankje. Maar waarom eigenlijk? Wat is de achtergrond van het conflict? Nou, jullie willen dat ook weten, want ik heb hier heel veel vragen over binnengekregen. Dus het is tijd voor... We gaan meteen naar de eerste brief. Even zien. Beste Arjen, wat is havermelk en waarom drinken mensen het eigenlijk? Groetjes, Tim Brouwer uit Amersfoort. Ja, je merkt dat hij zijn woorden heel voorzichtig kiest. Wel een goede vraag. Wat is havermelk? Nou, het is heel simpel. Als je geen koeienmelk wilt drinken of kunt drinken... dan kun je ook kiezen voor havermelk. Dat is een plantaardig alternatief voor melk op basis van haver. Ik drink het zelf ook. Ik vind het hartstikke lekker. En je hoeft er geen koeien voor op te sluiten in kleine hokjes. He, vind ik ook fijn, want er ging elke ochtend best wel veel tijd in zitten. En er ontsnapt er altijd wel eentje. Het was gewoon niet ideaal. Maar als je sommige boeren moet geloven, zitten er ook nadelen aan havermelk. Denk goed na waar die haver vandaan komt. Denk daar eens goed over na. Waar wordt dat geteeld? Is dat goed gecontroleerd? Is dat veilig? En wat kost dat niet aan transport in euro's, roken in CO2 en in dergelijke? Ja. Deze boeren heeft een punt. De productie van havermelk leidt tot CO2-uitstoot. En dat is nog niet eens het ergste. Het ergste is namelijk koeienmelk. Want die zorgt voor 3 keer zoveel uitstoot als havermelk. Dat vergat hij er nog even bij te zeggen. Of misschien was de tijd op, hè? Het moet allemaal heel kort op televisie. Volgende brief. Even zien. Beste Arjen, is havermelk een drankje voor de elite... of is het meer een volksdrank? Nogmaals groetjes. Tim Brouwer uit Amersfoort. Ja. Tim, het onderwerp houdt je echt bezig, merk ik. Nou, om deze vraag te beantwoorden moeten we even tv kijken. En dan krijg je wel echt het beeld van havermelk als het drankje van de randstedelijke elite. Mensen zitten tegenwoordig liever met hun cappuccino met havermelk... en een prijswinnende bosbessen brownie van 9 euro. Bakfietsvaders die met een havermelk cappuccino en vrouwen met yogamatjes. De havermelk drinkende elite, ja, die zich de hele dag wel bekommert om het milieu, klimaat. Hier in Amsterdam, en ik woon er zelf... drinken ze allemaal cappuccino met havermelk. Een culturele elite in Nederland die enorm in de war is. Latte makke koffie schenken van 12 euro. Terwijl ze zelf 9 euro per uur... Havermelk. Havermelk, hè? Ja, havermelk. Nou, inderdaad, havermelk. Zijn we het daarover eens? Havermelk is een soort symbool geworden voor de randstedelijke elite. En ik drink het ook, dus ja, dan hoor ik dus bij die elite. Voor mij ook wel dubbel, want ik kom uit Groningen. Hè, dat is ook heel lastig als ik een koffie bestel. Doe mij maar een haver latte macchiato, ja. Yeah. Snap niemand. Trouwens, Tim, 4 jaar geleden was een ander drankje nog symbool voor de elite. Tegelijkertijd word ik af en toe ook giftig als ik de witte wijn sippende Amsterdamse elite soms hoor. Die dan zegt van ja, meneer Trump, dat is toch wel heel verkeerd. Ja, we gaan die man zo missen. Maar 4 jaar geleden was witte wijn dus nog het elite drankje. En nog weer eerder was het water zonder cholera. Dat is... Ja, dat is in de tijd dat het ook elitair was om nog tanden te hebben na je 20ste. Maar nu is havermelk dus een symbool voor de elite. En sommige mensen, zoals volkszangers, die willen heel erg laten merken dat ze niet bij die elite horen. En dat kun je dus doen door heel duidelijk te maken dat je niet van havermelk houdt. Toch, Wolter Kroes? Drink jij ze wel eens die havermelk? Je kan net zo goed aan een kameel gaan lopen slobberen. Ja, moet je je voorstellen, kamelenmelk. Dat je uit de uiers van dit dier melk moet drinken. Dat kan toch niet? Ik bedoel, dit dier, dat is normaal. Maar goed, misschien weet Wolter meer dan ik en smaakt havermelk naar kamelenmelk. Voor dit soort vragen surf ik altijd even naar kamelenmelk.nl.
Even kijken wat ze zeggen. Kamelenmelk smaakt ongeveer hetzelfde als koemelk. Oké. Dus Wolter, je kan echt met een gerust hart aan een kameel gaan lopen slobberen. Die hoef je niet meer in te houden. Maar Wolter is niet de enige die havermelk smerig vindt. Jan Slachter van Volksomroep Max, we zagen hem net ook al even, die moet natuurlijk ook laten weten dat hij absoluut niks met havermelk heeft. Waarom heet dat havermelk? Het is geen melk. Ik heb het wel eens ergens aangeboden gekregen en dan hadden ze niet gezegd dat het havermelk was. Nou, ik heb mijn koffie laten staan. Oh, wat een rebel, hè? Toch? Trouwens, had ik al gezegd dat ik niet van havermelk hou, want ik hou dus niet van havermelk. Ik was laatst op een begrafenis van een goede vriend van me. Nou, daar hield ik ook niet van havermelk. Dus ja, om de vraag van Tim te beantwoorden. Havermelk symboliseert de elite. En daarom is klagen over havermelk echt dé manier om duidelijk te maken dat je gewoon een gezellige jongen van het volk bent. Volgende brief. Even kijken, beste Arjen. Producten met een elitair imago zijn vaak ook wat duurder. Hoe zit dat eigenlijk met havermelk? Vriendelijke groeten, Tim Brouwer uit Amersfoort. Tim, jongen, heb je niks beters te doen? Maar ja, wel weer een goede vraag, want met die prijs is dus iets geks aan de hand. Havermelk is bijna 4 keer zo duur als koeienmelk. Dat staat ook op de site van 24 Kitchen. En die zijn er dag en nacht mee bezig, dus die zullen dat wel weten. En eigenlijk is het gek dat koeienmelk goedkoper is, want dat is veel ingewikkelder om te produceren. Hè? Je moet eerst een koe zwanger maken. Nou, dat is ons allemaal wel eens overkomen, denk ik. Maar dan moet de koe nog een kalfje krijgen. En dat kalfje moet je dan meteen weer weghalen. Anders drinkt die onze melk op. He, hebberige kutbeesten. Allemaal veel meer gedoe dan een beetje haver mengen met water. Dus waarom is koeienmelk dan goedkoper? Nou, ten eerste omdat het in gigantische hoeveelheden gemaakt wordt. En daar wordt het goedkoper van. Verder worden de boeren ontzettend uitgeknepen door de supermarkten. En bovendien zit er op koeienmelk heel veel Europese subsidie. Dus havermelk is inderdaad wat duur, hè, voor wat het is. Maar koeienmelk is vooral idioot goedkoop voor wat het is. En het prijsverschil gaat volgend jaar alleen maar groter worden met die nieuwe frisdranktax. Waardoor de belasting op havermelk met 196% omhoog gaat. Dus ongezoete havermelk, waar soms maar 1,5 gram suiker in zit, komt in dezelfde categorie als cola, waar 10 gram suiker in zit. En weet je wat er niet onder de frisdrank gaat vallen? Chocolademelk. Dat ruim 8 keer zoveel suiker bevat als ongezoete havermelk. En trouwens, zelfs in gewone koemelk zit meer suiker dan in havermelk. Wat eten die koeien de hele dag? Skittles? Dus, Tim, havermelk wordt alleen maar duurder omdat het kennelijk gezien wordt als een soort elitaire Red Bull. Wat eigenlijk helemaal nergens op slaat. Volgende brief. Even zien, dankjewel. Beste Arjen, nu havermelk zo duur wordt, is het dan niet handiger om het gewoon zelf te maken? Hoe moet je dat eigenlijk doen? Vriendelijke groet, weer Tim Brouwer uit Amersfoort. Wat is dit, jongens? PS, ik moet morgen mijn spreekbeurt houden over havermelk vandaag. Oké, ja, dat verklaart heel veel. Dat verklaart ook alles. Maar goeie vraag. Je kunt inderdaad ook zelf havermelk maken. Het is eigenlijk best wel makkelijk. Deze levensmiddelentechnoloog die legt het even uit. We hebben nodig havermelk. Een maatbeker. Ja? Heel veel water. That's it. En een staafmixer met een scherp mesje erin. Ja, lekker makkelijk en je hoeft er dus geen koeien voor op te sluiten. Natuurlijk, soms zie je wel eens een kudde staafmixers heel dicht op elkaar gepakt in een klein hokje. Dat blijft schokkend, maar toch minder dan dat van die koeien. Maar goed, om te laten zien hoe simpel en dus niet elitair het recept is van havermelk, is hier onze elitair expert Jonathan van der Dreven. Jonathan. Hey Arjen. Laat me raden, jij vindt havermelk deugjoghurt of plantenkots? Nee hoor, nee. Linkse nee. Graanpus? Nee. Veganistische flora kwark. Nee, hoe kom je erbij? Frans Timmermelk. Nee, man. Maar zit jij dan niet in het kamp met Jan Slachter, Wolter Kroes en... Wat zou ik in godsnaam in het MAVO-kamp moeten? Arjen, wat denk je? Dat ik een Bacardi Cola-tatoeage op mijn reet heb? Ik bedoel, dat ik een demente proleten omroep heb opgericht? Denk je dat ik het ooit met iemand van de SP zou doen? Nee. Wat? Nee, ik vind het een prima drankje. Het is alleen zo jammer dat er wordt gelogen over wat erin zit. Gelogen? Het is ja. Echt letterlijk alleen maar water met haver. Ja, tuurlijk, Lubach. Ja. Want wat denk je dat er... Ik zal eventjes laten zien wat er echt in havermelk zit. We beginnen met... water. Ja. Zo. Ja, water en haver. Ja. Daar begint het mee. Ja. Maar er zijn ook een paar dingen... Sorry, moet wel kloppen.
Ja. Zo. Maar nu komt het stukje dat ze je niet vertellen. Want waar denk jij dat die vage smaak van nat papier vandaan komt? Dat proef ik helemaal niet. Nee, het went, dat weet ik. Daar gaat het niet om. Maar dat komt dus door het volgende ingrediënt. Even kijken. VPRO-gids. Jazeker. Hele kleine snippertjes VPRO-gids. Ik heb er al een paar voorbereid. Zo, die moeten erin. Wat, VPRO-gids? Ja, dat verzwijgen ze, of geloof je het niet? Nee, geloof ik niet, nee. Nee, nou ga maar kijken op het pak. Staat het op het pak? Nee, staat niet op het pak. Nee. Dus ze verzwijgen het. Volgende ingrediënt, dat is deze. Dat is de geraspte yogamat. Wat? Ontzettend wat is dat? Colere werk. Wat? Maakt het ook nog uit wat voor yogamat? Nee, dat maakt helemaal niks uit. Deze is van Carice van Houten geweest. Maar eigenlijk elke linkse miljonair is helemaal prima. Rutger Bregman, het smaakt allemaal hetzelfde. Oké. Nou, wat gemalen remblokjes van een Van Moof fiets. Wat, serieus? Ja, hoe denk je dat het zo duur komt, jongen? Ja. Twee kaartjes voor het Nederlands Danstheater. Zo. En natuurlijk wat baardharen van de heer Arnon Grunberg. Oh. Waarom? Ja, dat is net voor dat zuurtje dat je anders mist. Maar Arnon Grunberg heeft helemaal geen baard. Nee, want dat gaat in de havermelk, Arjen. Zo, en dan, oh ja, nog een paar gewaagde standpunten. Dus stop oil now! Fuck racism! Zo, en nu is hij klaar. En dan hoeven we alleen nog maar te mixen eigenlijk. En wat ze dan in de fabriek vaak doen, is dat ze dan nog een beetje Mozart erbij. En dan wordt hij perfect. Ja, dankjewel. Ja. Jonathan, ja, zet hij uit. Is hij klaar? Ja, hij is klaar. En dan hoef ik alleen nog maar te proeven. Dan wordt een kledeboel. Hij is best wel goed. Hij is een beetje grof geworden, maar ik denk... Oké, nou, ik sla even over. Ja, het is een beetje elitair, maar wel lek. Oké, nou, dankjewel Jonathan. En tot zo. Oké, dat was hem weer. Op NPO Start kan je kijken naar een compilatie van de leukste momenten uit de avondshows van deze week. Jullie allemaal heel erg bedankt voor het komen. En jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond op naar de maandag. Klik op de link en kijk hele afleveringen terug op NPO Start. Mijn oma die keek ook altijd NPO Start en die is 96 geworden. Tuurlijk, dat is anekdotisch bewijs, maar je kan het ook niet negeren. Maar ja.